Velen vinden dat je er niet vroeg genoeg mee kunt beginnen, fan zijn van AZ. En daarom organiseren de club voor het eerst een heuse babyfotodag. Samen met de spelers en mascottes van AZ op de foto. En nog een keertje, 1, 2. Gaan we deze kant op? Komt-ie. Oké, komt-ie. 1, 2. Dankjewel. Een van de aanwezige spelers was Ben Rienstra. Voor hem was het extra bijzonder. Want hij en zijn vriendin verwachten binnenkort ook hun eerste kindje. 2,5 week nog. 1 oktober is ze uitgerekend. Dus het kan ieder moment komen. Spannende tijden dus voor de middenvelder van AZ. Ja, voor haar zeker nu op dit moment. Want zij voelt het allemaal. Kijk, mijn leven gaat op dit moment nog door. Behalve dan dat je alles regelt ervoor. Maar het is onwijs mooi. Het worden slapeloze nachten straks. Toch, Ben? Nee, dat hebben we thuis wel goed besproken. Dus dat komt wel goed. Na het maken van de foto trokken de ouders richting het fancentrum. Daar konden ze een gratis rompertje afhalen. Kijk, alsjeblieft. Kijk, helemaal goed. Okay. Hey, dankjewel.